Regisseur Henk van der Linden is uniek in de Nederlandse filmwereld. Met zijn jeugdfilms was hij de pionier in het filmgenre. Waarover veel bekende en inspirerende Nederlandse filmmakers tal van documentaires zijn gemaakt, schittert uitgerekend Henk van der Linden hierdoor afwezigheid. Kinderfilms, dat werd altijd een beetje gezien als... als je nou niks anders kan, dan maak je maar een kinderfilm als je cineast was. Dat vonden ze een beetje beneden hun niveau. Iedereen wilde dus films maken voor volwassenen. En ik wilde dus net films voor kinderen maken. Hij was iemand die geen grote filmkunst wilde maken, maar vooral vermaak. Ik vond het een boeiend publiek. Kinderen zijn ontzettend dankbaar en die tonen ook hun emoties. Dus het was niks leuker als een kindervoorstelling bijwonen. De kinderen die bij wijze van spreken, als er een achtervolging was, die stonden bij wijze van spreken op de stoelen en die sprongen en die dansten. Dat was gezellig. Dat was sfeer. Geschat wordt dat in de loop der jaren 20 miljoen Nederlanders zijn werk op het doek hebben gezien. Ik heb ook een record in Guinness Recordboek. De langslopende film ooit. De avonturen van Dick Tom. Dat is 28 jaar aan één stuk door, zonder één week te stoppen of de pauze van... Nee, die is 28 jaar lang, is die vertoond. Filmmuseum AI digitaliseert momenteel zijn films vanwege hun waarde voor het nageslacht. Maar dit filmicoon schreeuwt om meer. Nog een laatste filmdocument. En dit keer niet van, maar over Henk van der Linden. Ik zat heel vaak achter in de zaal en dan genoot ik als ik die kinderen hoorde juichen. En het was mijn ding nou eenmaal, kinderfilms. Ik was er zelf gek op. Ik was misschien zelf een groot kind.